Welkom bij het Puberpanel. Deze week de vraag van een moeder. Mijn zoon die in de brugklas zit, luistert niet meer. Hoe zorg ik ervoor dat hij weer wel gaat luisteren? Ik vind het wel redelijk dat ik mijn kamer moet opruimen voordat de schoonmaker komt. Want een schoonmaker is om je kamer schoon te maken. En dan, waarom moet ik het dan zelf doen als diegene toch komt? En die schoonmaker krijgt er geld voor, dus waarom moet ik het dan opruimen? Dan is het een weekje misschien wat rommeliger. Ja, ik vind het gewoon onzin dat ik dan moet opruimen. Bij sommige vragen denk je echt, waarvoor doe je het? Dus zit je iets te doen voor je gevoel waar niks voor gebeurt, zeg maar. Sommige regels vind ik dan wel weer, gewoon wel oké. Maar dan zijn er ook regels van dat we om de beurten de tafel moeten dekken. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Best wel eens. Dan moet ik van moeder leren, maar dan heb ik daar geen zin in. Sommige regels, dat mogen ze dan wel toelichten, weet je wel. Dat ik het even onthoud wel. Maar ik vind wel, ik ben zelf wel verstandig nu. Ik weet echt wel wat niet en wel mag thuis. Maar... ja, op school bijvoorbeeld en zo, dan weet ik echt wel wat de regels zijn. En thuis ook wel. Dus eigenlijk vind ik wel dat ik zelf oud genoeg ben om dat te weten. Ik ben er wel oud genoeg voor. Want mijn moeder vraagt me soms ook gewoon, wat vind jij ervan? Want ze gaat niet gelijk beslissen van, dat moet gedaan, zo gedaan worden. Ze vraagt ook eerst om mijn zussen en mijn mening. Een gezonde puber is een ongehoorzame puber. Het is zo belangrijk dat pubers in deze fase van hun leven de ruimte krijgen om te leren van hun fouten. En dat ze daarna de kans krijgen om fouten te herstellen en om er op deze manier echt van te leren.